hallo Imke Fonteinze. Na een koude periode beginnen mijn bijen terug te vliegen. En bovenop de volken voel ik warmte, wat wijst op broed. Over enkele volkjes maak ik me echt wel een beetje zorgen. En zou ik willen de voedselvoorraad checken en eventueel bijvoeren. Alle tips daaromtrend zijn zeker welkom. Alvast bedankt. Oei. Zo licht als een pruimpje. Hier gaan we onze toevlucht moeten zoeken ze tot noodvoedering. Ik ga dat voor het gemak eventjes hoger plaatsen. Dekseltje eraf. Een klein stootje rook. Ik voel toch warmte. Dat wil dus zeggen dat de koningin aan het broeden is. Ik bekijk het kantraampje. Oei. Oh, ramp. Leeg. Totaal leeg. Beschimmeld. Is voor de wassmelter. Het tweede raampje. Oei. Zo leeg als iets. Ik schuif dat een beetje op. Het derde raampje. Ah, hier zit gelukkig nog een beetje voedsel op. En een beetje stuifmeel. Ook hier vers stuifmeel, bijna niks van eten. Ah, hier zie ik toch een klein broednestje. Gesloten broed. Dat volsken heeft honger. Hier moeten we nu noodvoedering toepassen. We kunnen dat op drie manieren. Een prachtig reserveraam erin hangen. Hier zit zeker 2 kilo voedsel in. We plaatsen dat naast het raam met stuifmeel. Maar zo'n volkje dat moet groeien, dat moet overvloed hebben. Dat ene raampje zal niet voldoende zijn. En dan hebben we de zijde dat we meerdere ramen met suiker of honing hebben. Maar dat is nu niet het geval. Dan kunnen we ons toevlucht nemen tot een pak apifonda. We snijden daar een vierkantje uit. We verwijderen dat. En dat pak apifonda komt op het kleine broednestje. Liefst geen bijtjes pleppen. Wij leggen dat er gewoon bovenop. Hierboven komt ons plastic folie. En nu ga je zeggen, ja, ons deksel dat gaat schots en scheef liggen. Hier in de Brielmeerse hebben we hulpstukjes om dat te voorkomen. Dat plaatsen we erop. Zo. En zo blijft het volkske perfect warm. Ik had gesproken over 3 methodes. Voederraam, apifonda. En de 3e methode gebruik ik enkel in noodgevallen. Als je dus geen voederramen hebt. Als je geen apifonda hebt en het is echt nodig om dat volske voedsel te geven, dan kunnen we gebruik maken van een interne voederbak. Dat is hetzelfde formaat
als de raampjes. Hier kan je dus suikerwater in gieten. Je moet er natuurlijk zorgen dat... Hier ligt nu een klein beetje arzakskorrels in. Je kan er gras in stoppen, je kan er sneusel in stoppen. Zolang dat er maar iets in ligt, dan de bijen niet kunnen verdrinken. De suikeroplossing wordt best lauw warm gegeven. Maar dan moet je weten dat bij koude nachten dat suikerwater sterk kan afkoelen. En als de bijen daar dan komen van drinken, dan ze dus onderkoeld raken en dan ze verdrinken in hun siroop. Het is een noodoplossing. Die zou ik in het vroege voorjaar het minst toepassen. Het gemakkelijkste is het pak Apifonda. En zo is ons volske nu klaar om verder de lente in te gaan. Het zal dus zeer gunstig ontwikkelen. Het heeft dus een voederraam van 2 kilo, een pak Sint-Ambrosius van 2,5 kilo. Dus dat moet voldoende zijn voor de maanden maart, april. En als het weer dan mee zit, zal in onze streken vanaf half april de lentedracht beginnen. En is onze volkske in topconditie. Hoe kan je nu zien dat uw volkske gestorven is van de honger? Het typische gedrag van die bijken is dan, ze zitten met hun kop diep in het zelke om te zoeken achter het laatste restje eten.